Virtual reality, het 360 graden kunnen zien van ruimtes, klinkt steeds bekender en wordt een ware trend. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality brillen of films. Maar dient het alleen als entertainment of brengt het ook iets goeds voor de samenleving? Vandaag heb ik hier een afspraak met Laurens en Nick, twee jonge ondernemers die hier alles over weten. Misschien in de medische wereld wel. Ik ga voor echte ervaringen. Maar goed, misschien dat er wel heel veel mogelijkheden zijn. Kijk, als je natuurlijk 3D's hebt in de medische wereld, lijkt me opereren een stuk gemakkelijker dan wanneer het tweedimensionaal is. Laurens, we lopen door de universiteit waar jij studeert. En je volgt veel trends. En een trend die nu sterk in opkomst is, is virtual reality. Wat is dat precies? Nou, virtual reality is een nieuwe technologie waarbij een virtuele wereld wordt gecreëerd. Waar je vervolgens doorheen kunt lopen, om je heen kunt kijken, maar ook vaak interactie mee kunt hebben. Mm-hmm. En dit wordt gerealiseerd door een smartphone en een virtual reality bril. Oké, en hoe is dit zo ontstaan? Nou, dat is ontstaan vanuit de 3D-bril. Dat was een innovatie waardoor je dus bepaalde beelden op een gavere manier kon zien. En inmiddels is dit verbeterd met een virtual reality bril, waarbij je dus in 360 graden om je heen kunt kijken en ook interacties kunt hebben. Oké, nou denk ik meteen aan gamen, maar wat kan je er nog meer mee? Ja, veel mensen denken bij virtual reality gelijk aan gamen of entertainment. Maar er zijn ook experimenten op educatief en medisch gebied. Zo is er bijvoorbeeld een applicatie waarbij scholieren door de klas kunnen lopen, mm-hmm. maar dan in de virtuele wereld door het menselijk lichaam lopen. Oké. Okay, wow. Maar er zijn ook bijvoorbeeld applicaties waarbij je van angsten of fobieën af kunt komen. Bijvoorbeeld spinnen of hoogtevrees. Mm-hmm. Een ander voorbeeld wat ik laatst tegenkwam was een jongetje dat langdurig in het ziekenhuis zat. Mm-hmm. En door middel van virtual reality gewoon bij zijn klasgenoten aanwezig kon zijn. Oh echt? Wauw, dat is interessant. Nou, ik zal je voorstellen aan Nick. Hey Nick. Hij heeft hier een aantal virtual reality brillen klaarstaan. Oké, okay, nou kan je me er iets over vertellen? Jazeker, er zijn kartonnen brillen en kunststofbrillen. Je ziet hier een kartonnen bril. Het voordeel hiervan is dat hij heel eenvoudig te personaliseren is met een mooie print als deze. Je zet hem als bouwbekend in elkaar. Het nadeel is alleen dat er veel licht naar binnen komt en je kan hem niet zo heel lang op je hoofd zetten. Mijn kunststofbril die sluit je wereld volledig af en daardoor lijkt het echt of je in de wereld zit. En dat is echt super tof. Dat is deze, hè? Dat is die, ja. Mag ik? We gaan een app starten dat je in de ruimte zweeft. Wow! Wat gaaf! Wauw, super gaaf. En hoe wordt zo'n 3D-wereld nou gemaakt? Nou, er zijn eigenlijk twee opties. De eerste is met animatie een hele wereld creëren. En dan kan je zo gek maken als je zelf wil. Je kan op de maan staan, een achtbaan. Echt alles is mogelijk. En de andere optie is met 360 graden beeld of video. Uh-huh. Daarmee kan je een echt beeld maken van een ruimte en daar dan met een VR-bril in staan. Dat is bijvoorbeeld Laurens nu aan het doen van de universiteit. Het zijn hele interessante toepassingen. Bijvoorbeeld voor makelaars. Je kan je klanten een huis laten zien zonder dat ze er zijn. Voor de filmindustrie is het heel interessant. Er komen een heleboel verschillende toepassingen bij. Uh-huh. Je kent misschien Google Street View. Ja. Ja, Google heeft Google Street View compatibel gemaakt met VR. Dus je kan eigenlijk vanuit je huiskamer de hele wereld bekijken. Wauw, heel gaaf. Hey, en waar denk je dat we staan met virtual reality over 5 jaar? Nou, ik denk dat het echt heel snel gaat. Ja? Je ziet nu al steeds meer dingen die erbij komen. Bijvoorbeeld dat je ook door je woonkamer kan gaan lopen, dat de detectie in de bril komt. Dat je niet tegen de meubels aanbotst. Precies. Slim. Ja, en verder denk ik dat het in de gebieden van educatie, wetenschap, in het leger zelfs, een heleboel verschillende gebieden, dat het een hele grote toevoeging gaat hebben. Er is zelfs nog een stap verder, dat heet augmented reality. En wat is dat precies? Augmented reality is net wat anders dan virtual reality. En wat er gebeurt in augmented reality is dat in de echte wereld er virtuele objecten worden samengevoegd. Het geeft net een extra dimensie eraan. En zo zijn er nog veel meer toepassingen te verzinnen. Oké, okay, nou, duidelijk verhaal. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is dus een feit dat virtual reality wel degelijk belangrijk is voor de ontwikkeling van de samenleving. Zeker op educatief en medisch gebied. Maar het geeft gamen dus ook een te gekke nieuwe dimensie. Oké, okay, waar ben ik nu? Oh ja. Oh, dit is wel te gek.